Ga zitten. Jullie mogen zelf uitvechten wie aan welke kant gaat zitten. En willen jullie water of water? Water. Water? Oké. Okay. Wil je dat even doen, Jurgen? Ja. Dan kan ik met de inhoud. Zo, welkom op dit podium. En zometeen is er weer ruimte voor vragen. Uiteraard, maar eerst vuur ik mijn vragen op mijn twee gasten af. Wil jij straks ook een lolly? Ja. Ja? Oké. Okay. Nou, weet je wat? Want ik word al wat ouder. En dan is mijn geheugen zoals een zeef. Dat is een drankmisbruik. Hier, ik had zelf ook een vraag gesteld. Dus dat is deze. Op. Ja, en we zijn klaar. Zo, welkom. Dankjewel. En dankjewel voor het hosten van weer een prachtig evenement vandaag. Dankjewel. Van de Creëersgroep. Irene, om met jou te beginnen. Wat doe je bij Amsterdam University Press? Mijn titel is uitgeefdirecteur voor academisch uitgaven. Namelijk boeken en tijdschriften. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, ja, kort maar krachtig. Het is ja. Wel een hele drukke baan. Ja? Ja. Ja, wat doe je allemaal dan? Zo, zeg maar, hoe ziet je week eruit? Heel veel probleempjes oplossen. Ik geef zelf boeken uit, maar ik geef leiding aan een groep wat wij commissioning editors noemen. Er zijn er een paar in dienst bij AUP. Maar we werken ook met freelance commissioning editors en die zitten over de hele wereld verspreid. Dus daarmee onderhoud ik de contacten. En onze uitgevers zitten ook overal, of onze auteurs zitten overal, moet ik zeggen. In Azië, in Noord-Amerika, in Engeland en natuurlijk ook in Nederland en Europa. En die willen ook allemaal aandacht. En dan hebben we 35 tijdschriften. Ja. En heel veel nieuwe tijdschriften. Er zijn vorig jaar 12 bijgekomen. Mijn hemeltje. Die moeten allemaal geïntegreerd worden bij AUP. En al de redacties willen ook graag aandacht. Dus je hebt het druk. Ik heb best wel druk, ja. Pas je wel goed op jezelf? Jawel. Ja? Maar dan moet je niet inderdaad een halve dag op station moeten rondhangen gisteren. En, nee, dat was minder leuk. Dames en heren, ze was pas gisteravond heel laat thuis, omdat die trein weer eens een keer niet reed. En ze wilde allemaal voorbereiden en alles, dus ik was blij. Ze heeft zich niet voorbereid. Ja, dat is heel mooi. Amsterdam University Press, voor die mensen die zeggen van, rings a bell, maar ik weet niet precies wat het is. Wat doen jullie precies? Hoe schetst het is in een alinea? We heten Amsterdam University Press, dus dat klinkt alsof we voornamelijk wetenschappelijk werk uitgeven. Nou, dat doen we ook, maar we hebben ook een educatieve tak. We geven ongeveer 25 educatieve boeken uit. Ook nog wel wat algemeen werk, maar we ook een zusterbedrijf, Walburg Pers. En daar komen eigenlijk de meeste tradeboeken verschijnen daar. En ja, onze wetenschappelijke boeken zijn echt wetenschappelijk. Dus ze worden geschreven voor onderzoekers, voor wat we dan de postgraduate market noemen, professoren voor professoren. Zijn heel erg duur en een hele laag. Ja, maar hele ingewikkelde content ook. Nou ja, ik ben zelf redelijk beperkt in mijn. Ik ben niet wetenschapper, maar ik heb wel promotieonderzoek gedaan in zo'n klein stukje. Ja. En het lezen van de meeste boeken vind ik te moeilijk, zou ik zo zeggen. Ja, ja, ja. We gebruiken echt een netwerk van wetenschappers om onze content te evalueren en te valideren. Dus peer review. Snap jij een beetje wat ze aan het doen zijn inhoudelijk, Jurgen? Absoluut niet. ik denk dat de meeste mensen je al wel kennen, maar mag ik zeggen eindverantwoordelijk voor crisisgroep, hè? Klopt. Maar je doet het niet alleen en blablabla. Waarom dus? Hoe gaat het met crisisgroep trouwens? Fantastisch. Ja? Hebben jullie, hoe is het afgelopen jaar geweest? Eigenlijk dubbel. We hebben een kleine terugval in onze technische afdeling, wat budget cuts gehad bij grotere klanten. Maar die tijd gebruiken we om eigenlijk nu te investeren in nog meer productgericht gaan te werken. Onze serviceafdeling die is booming. Die groeit stevig. Ja, mooi, dank voor het bruggetje. Want jullie kennen elkaar al, tenminste de beide bedrijven kennen elkaar al enige tijd. Jullie werken samen. Hoe zag de samenwerking even, zeg maar niet zoals nu, maar hoe zag die eruit? Was dat gewoon een klantleverancier? We hebben altijd wel nauw samengewerkt in het verleden. Dus ik denk dat AUP ons altijd al wel als een partner heeft bekeken. Mm-hmm. We hebben vooral voor de boeken in het verleden het productieproces wat efficiënter gemaakt ten opzichte van hoe dat het toen was.
En nu zijn we dan verder gegaan in de samenwerking, omdat er ook bij AUP verschillende uitdagingen liggen. Van wie kwam het initiatief tot de huidige samenwerking? Zo meteen gaan we dat zeggen van, maar waar is het ooit... Moeten we eigenlijk aan Marcel vragen? Kwam het initiatief bij jullie vandaan, Marcel, of kwam het bij AUP vandaan? Niet geen lang verhaal, gewoon even zeggen. Ja, dat lukt niet. Ja, als we in de weer gaan lopen met die... kwam het nou bij jullie vandaan of bij AUP vandaan? Gods. Komen jullie terug, hoor. Ja, dat is neer Marcel Denker. Voor degene die denken van wie is de Marcel, die hoort ook bij de Crius groep. En nou, vertel. Nou, Jan-Peter die kwam op de boegmessen met het verhaal dat hij de samenwerking wilde opzeggen. Omdat hij alles... onder één dak wilde doen. En met alles bedoel ik redactie en typesetting. Zei die tegen jou? Ja, en toen was mijn antwoord, ja, maar dat kunnen wij ook. En zo is het eigenlijk gekomen. Moet je daar nou mij helemaal voor hier laten komen? Ja, ja. Oké, okay. Dus dat was het. Dus jullie hebben gewoon gedreigd met opzeggen, begrijp ik. Lijkt van, ja, op de boegmessen in Frankfurt. Even voor de duidelijkheid, wat is de rationale achter de samenwerking? Waar liepen jullie met name tegenaan? Nou, vooral met het innoveren, denk ik dat ik moet zeggen. We zijn natuurlijk maar een heel klein bedrijf. We werken bij AUP Walburg Pers 25 mensen in dienst. En ja, wij zien onszelf als uitgevers. Dus wij willen content vergaren en wereldwijd verspreiden. Maar we moeten ook mee met de standaarden in de wereld. Hè. We kunnen niet alleen maar boekjes blijven uitgeven en dan hopen dat het altijd... goed komt, maar we moeten online publiceren, we moeten volgens internationale standaarden onze content organiseren. Hmm. En ja, daarvoor hebben we de kennis gewoon niet in huis. Nee, je bent geen reach, zoals Maarten natuurlijk zeker uitlegde, hè, die vanuit zijn tak van sport wat meer middelen tot zijn beschikking had. Hoe hebben jullie de samenwerking toen, want hoe is dat gegaan, dat proces? Hoe hebben jullie het geconstrueerd, zeg maar? Hoe ziet de samenwerking er nu uit? Ja, op zich waren we al een stukje langer bezig met de redactionele tak uit te bouwen. Ja. We zijn dan met AUP in gesprek gegaan om te kijken van op welke manier kunnen we elkaar. Eén deel van de oplossing lag in de huidige mensen gedetacheerd te krijgen bij Crius Groep. Zodat we eigenlijk konden kijken van oké, hoe kunnen we nu de processen zoals ze vandaag de dag lopen, hoe kunnen we die gaan efficiënter maken. Daarvoor hadden we eigenlijk ook gewoon zeggenschap over die mensen nodig. De reden waarom dat we detachering hebben gekozen was omdat ja, anders maak je meteen een knip en je weet niet waaraan je begint. Dus we hebben gekozen een jaar nu te kijken van hoe loopt dat. En dan focussen jullie je met name op het productieproces, op de standaard daarin, op de technologie. En dus eigenlijk en merk je dat? Werkt het? Het werkt, ja. Ja? Gelukkig wel. Vertel, wat was de grote verandering? Nou, we hebben dus een tijdschriftenpakket van iets van 35 tijdschriften, waarvan de helft nieuw was en nog niet online beschikbaar. Huh. We hebben een eigen platform ingericht vorig jaar. Er was al een groot deel van onze content was online, maar we wilden het dan zelf gaan doen. En dat moest dan ook via de JATS metadata allemaal worden, zoals we net al even hadden gezien, worden ingericht. En daarvoor hebben we samen met Crius een plan opgesteld om dat te gaan doen. En we zijn dus langzaam ook bezig om de werkprocessen van eerst helemaal print gefocust te doen naar XML first. Dat was nog niet zo? Dat was nog niet zo, nee. Mm-hmm. En dat daarna pas dan de pagina's worden opgemaakt. En dat proces van het allemaal goed krijgen en ook je redacties meekrijgen om daar mee te gaan. Wereldwijd? Nou, of is dat alleen we hebben wel van Nederlandstalige tijdschriften. Okay, okay. Dat is wat dichterbij. Ja? Maar het zijn wel allemaal geesteswetenschappers. Maar ik moet zeggen, zelfs de computational communication researchers hebben nog wel wat moeite met het XML first. Nog steeds?
Nog steeds. We zijn ook maar net begonnen. Kom je dat vaker tegen? Want dit zijn inhoudsfreaks, toch? Want hoe kan het dat ze zoveel moeite mee hebben? Nou, het is meer van hoe heb je altijd gewerkt? Ja, dat. En hoe moet je nu gaan werken? Ja, dat is wat Maarten ook al zei. Het is enorm lastig om mensen anders te laten werken. Want het is onderdeel van, het is misschien niet je core business, maar je loopt er wel vaker tegenaan. Denk, hoe pak je zoiets aan? Ja, klopt. Iedereen is vertrouwd van altijd een proef op papier te krijgen en dat je dan meteen contentmatig bekijkt en dat je een stuk de layout bekijkt, dat allemaal in één en hetzelfde traject ligt. Ja, als je met XML gaat werken, moet je eerst zien dat je content volledig foutvrij is, omdat je wilt elke keer die proef automatisch kunnen genereren door een applicatie. En dan krijg je een papieren resultaat. Maar als daar correcties op zijn, moet je die terug in de bron gaan doen. Dus je wilt eigenlijk dat, zolang dat die proof niet foutvrij is, dat dat eigenlijk een automatisch proces is. En dat is wel een shift die... Hoe ver zijn jullie daar nu in? Een aantal van de tijdschriften is nu met XML begonnen. We hebben niet gezegd van we gaan gelijk alles in één keer doen. We beginnen met een paar. We beginnen met de computermensen die daar misschien wat opener in staan. De computermensen. De mensen van de computational communication research. Ja. Wat is de andere, het andere uiterste waar je het voorlopig nog niet aan durft aan te bieden? Waar hebben we het dan over? Wat voor mensen? Nou, hele aardige... Ja, dat zeg ik niet. Maar dat zijn historici. Ja, dat soort mensen. Natuurlijk, historici. Dus ja. Wetenschappers, historici. Dus die zitten al helemaal op die... Die zit op Windows 3.11 nog te hakken natuurlijk. Ja, 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 die zeggen, kan ik het faxen? Ja. Nou, dat nog net. Dat valt wel mee. Maar het is wel een uiterste. Hoe snel wil je zo'n proces, ik wil niet zeggen, zo bedoel ik niet, door de strot duwen zijn? Want jullie moeten, het is een reden waarom jullie dit doen. Hè? Dus je moet vooruit. Dus ik kan me ook voorstellen dat je zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Hoe veel druk zet je op dit proces? Nou ja, het is ook niet zo dat het enorm anders is. Nee. Hè? Dus ze krijgen nog steeds een PDF-proef te zien. Die ziet er eigenlijk al heel erg mooi uit. Het enige wat wij zeggen van is, ga niet kijken of de plaatjes al goed staan of dat de tabellen al helemaal op de decimaal zijn uitgelijnd. Nee. Dat komt later. Ja. Kijk naar de inhoud. En dus je kunt vertellen van we gaan XML first en dan schrikt iedereen. En dan denken zo, dan moet ik allemaal codes gaan aankijken. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Je hebt gewoon PDF met tekst. Ja. En als je dat maar goed uitlegt en af en toe herhaalt, dan komt dat echt wel goed, denk ik. Okay. De bedoeling is dat jullie ontzorgen, kan ik me zomaar voorstellen. Vanuit jouw perspectief, lukt dat als je naar Amsterdam University Press kijkt nu? Ik denk het wel, ja. Ik denk vooral dat de meerwaarde op dit moment ligt, is dat vooral alle kennis nu intern aanwezig is. Ze werkten vroeger ook al met JATS, maar dat was na een papier workflow en dan werd er een JATS-variant door een leverancier gemaakt. Met als gevolg dat die kennis van die JATS, die was niet geëmbed binnen het bedrijf. Dus als er daar problemen mee opdoken, dan moest je bij de leverancier, en dat is dan meestal een offshore leverancier. Dus die problemen kunnen we nu wel makkelijker tackelen, omdat we weten van we weten inhoudelijk hoe het zit en we kunnen vrij snel pinpointen van als er iets misloopt van... Pakken we dat aan? Klopt. Is dat herkenbaar? Klopt dat? Is ook jouw ervaring? Dus het is wat dat betreft een goede samenwerking? Ja, zeker. Ja. Ik sprak Jan-Peter een jaartje geleden alweer volgens mij in een interview. Toen zei hij ook van ik wil die balans tussen aan de ene kant met de markt bezig zijn, hè, focus op de markt. En aan de andere kant die noodzaak om op product- en procesniveau te innoveren. Dat laatste wil ik gewoon insourcen, whatever, dat wil ik bij hun neerleggen. Is er daardoor ook meer focus op de markt? Is er meer ruimte om je daarmee bezig te houden? Nou, op dit moment nog niet, want we zitten midden in het proces. Maar dat is wel de bedoeling, want we willen groeien. En we willen meer auteurs, we willen meer content. En we willen mee met de vaardige volkeren. Dus we moeten zorgen dat we kunnen laten zien dat we dit kunnen. Dat we als kleine uitgeverij in een hele grote wereld net zo goed zijn. En ook als kunnen wat de iets grotere uitgevers kunnen. Ik heb het niet over de Elsevier, dat kunnen we niet aan tippen, maar... maar dat we dus gewoon een interessante partij zijn en dat we ons kunnen focussen op onze auteurs en op onze lezers, die vaak hetzelfde zijn in de wetenschappelijke wereld, dat die focus daar ligt. En dat we
het technische gedeelte gewoon op orde hebben samen met Chris. Nog een paar dingen die ik met jullie wil behandelen. Voordat ik wat kijk of het publiek nog dingen wil weten. Dat is één, is je had ook een heel andere weg kunnen bewandelen. Dat kan twee kanten op. Jullie had ik ook kunnen zeggen, joh, ik wil het allemaal niet weten. Zoek het uit. Chris, over de heg. En wij als Amsterdam University Press, wij focussen ons puur op die redactie en op die slimme mensen en op de content. De andere kant had ook kunnen zijn van, hebben die handel, hoezo een beetje slap detacheren? Gewoon inlijven die hele handel. Beide is niet gebeurd. Begin ik bij jou. Waarom hebben jullie niet gezegd alles over de heg en weg met die techniek en die toestanden? Ja, waarom niet? Ik denk dat het goed is om toch wel het bij jezelf te houden. Ook met onze bureauredacteuren. Ja, die zijn toch ons visitekaartje naar onze auteurs toe. Ja. Ik vind het belangrijk dat contact er gewoon blijft. Dus het is echt onderdeel van je core business, om zo te zeggen. En waarom niet 6 stappen verder? Gewoon inlijven die handel? Want dit zegt natuurlijk ook iets over jullie positie in de markt, hè? Ja, klopt. Maar ik zou het raar vinden. Wij prediken altijd dat wij een partner voor uitgeverij willen zijn. Huh? Als je dan zelf uitgeefactiviteiten zou gaan opstarten. Ja. Maar dit gaat best ver. Dit gaat best ver. Je had dit ook in een project kunnen gieten. Ja, klopt. Maar ik denk dat het vooral in functie is van die ontlasting, van die duidelijke split tussen marktfocus en realisatie. En ik denk dat ze daar specifiek voor gekozen hebben, van daar de knip te leggen. En dat er een heel duidelijke focus binnen AUP wordt aangebracht. Tot slot, als we kijken naar de toekomst, verschijningsvormen veranderen. Ook in jullie super niche, misschien wel, kan ik mij zo voorstellen. Hopelijk helpt jullie tooling, of in ieder geval helpt die techniek erbij om dat te bewerkstelligen. Hoe zie jij, als we kijken naar, nou weet ik veel, pak eens een jaar of 2 jaar vooruit. Zie jij een beweging in de zin van minder papier, meer naar online, of een andere producten? Minder papier is al jaren aan de gang. Okay. Geen papier is denk ik geen optie nog. Mm-hmm. Je ziet ook gewoon van, ook al zijn de werkprocessen dat we XML first gaan, we maken toch uiteindelijk een PDF. En in de wetenschap is die PDF nog steeds leidend, want er moet geciteerd worden, er moet dus een paginanummer onder staan. Mm-hmm. Zelfs met tijdschriften die we helemaal online hebben opgezet, blijven toch, de auteurs willen toch wel een papieren versie van een artikel hebben met het. Dan kijk je van, nou ja, als we toch moeten printen, dan hang ik ook een abonnement eraan. En we zien wat er gebeurt. Nou, komen we toch weer betaalde abonnees binnen. Dus ik denk dat we er nog wel een tijdje mee doorwerken, eerlijk gezegd. Maar het klinkt wel als, zeg maar, zo'n. Ja, maar dat is al jaren aan de gang, maar het verdwijnt nog niet helemaal. En in onze wereld van historici en sociale wetenschappers, dat zijn toch nog een beetje papiermensen. En ook, we hebben een grote markt aan particuliere abonnees. Dus die, de wetenschappelijke instituten nemen alles op digitaal af, maar de individuele lezer wil gewoon nog. Is er een correlatie met leeftijd? Nou, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nee. Ik denk het niet. Ik zie, we hebben veel jongere wetenschappers bij ons publiceren en jonge mensen in de redactie zitten. En als je dan voorzichtig begint te vragen van misschien kunnen we het zonder de gratis exemplaren doen, dan springt iedereen in van nee, we moeten wel gratis exemplaren blijven krijgen. Dus iedereen wil toch papier. En hoe zie jij de toekomst? We hoorden Maarten ook al praten, steeds meer search gedreven, steeds meer, zeg maar, in hoeverre blijft dit product bestaan en in hoeverre innoveert het naar andere verschijningsvormen? Ja, ik denk gewoon de laatste jaren heeft digitaal pas echt zijn meerwaarde in wetenschappelijk ook bewezen. Er is veel, wat Maarten ook al zei, er is veel meer samenwerking. Meer ook standaarden waarop gewerkt wordt, waardoor het makkelijker is om te navigeren tussen contentbronnen. Dus je kan makkelijk op een bepaalde referentie doorklikken, daar dan weer over gaan lezen. Ja. Dus, en dat is pas de laatste jaren echt, dat die meerwaarde echt duidelijk wordt. Dus ik vermoed wel dat die kentering wel nog feller gaat worden. Ja. Wat het belangrijkste natuurlijk is in de huidige wetenschappelijke wereld, is vindbaarheid en relevantie. En daar is dat elektronische, dat e-verschijnen natuurlijk enorm belangrijk. Hè? Dat je metadata in orde is, dat je ook bij Nederlandstalige tijdschriften Engelstalige metadata, keywords, abstracts hebt. Dat je vindbaar bent over de hele wereld. En
geciteerd wordt. Dus wat dat betreft is, het, is dat plaatje gewoon enorm belangrijk. Ja, dat, ja. Dat wordt alleen maar belangrijker. Mag ik je danken voor je inzicht, Irene. En jij ook, Jurgen. En applaus voor jullie, vind ik. Dankjewel. Ik stel mijn lolly ter beschikking voor de eerste die een vraag... Yay! Ja, denk ze. Ik heb nog geen vraag, maar wel een lolly. Ja, yeah. Vertel. Nee hoor, ik had die vraag al bedacht. Ik was heel benieuwd naar wat die XML First Workflow nu eigenlijk precies betekent voor jullie auteurs. Schrijven ze in XML? Zo ja, wat vinden ze ervan? Moeten ze op een andere manier met metadata omgaan? Dus daar was ik eigenlijk nog wel benieuwd naar. Okay. Ik denk dat we daar straks sowieso na de lunch uitgebreid op doorgaan als we nog over Core gaan praten. Maar voor nu, wat is jouw antwoord erop? De meeste content komt gewoon binnen als Word document. Sommige auteurs leveren in een LaTeX, daar heb ik zelf niet zoveel verstand van, maar dat is meer gestructureerd. Maar het meeste komt gewoon binnen als een Word-document. Dat gaat dan naar Crius en die maakt er een XML-document van. Dus dat zit op de achtergrond. En wat de auteurs weer terugkrijgen is een PDF. Zoals ik al zei, van het ziet er eigenlijk al uit als een opgemaakte pagina, maar het is nog niet helemaal grafisch in orde. Ze hebben er weinig last van op zich. Ik denk ook dat het, ik denk sowieso in een context van AUP is het heel moeilijk om auteurs die maar één publicatie schrijven, die krijg je niet mee in een veranderproces. Dus vandaar dat we ook niet gekozen hebben om tooling te ontwikkelen om auteurs in te laten werken en dat je het eigenlijk ontzorgt en zorgt dat ze met de traditionele manier van werken gewoon verder kunnen. Helder? Ja, super. Nog iemand anders een vraag? Wij hebben als vakbond veel uitdagingen met betrekking tot verschillende talen. Dus, ik hoorde net iets zeggen over we doen het momenteel in het Nederlands. Wij werken vanuit Antwerpen in het Nederlands. We hebben Brusselse collega's die werken tweetalig, Frans-Nederlands. En we zien in Brussel steeds meer de uitdaging dat bedrijven Engelstalige medewerkers hebben. Dus wij zijn nu genoodzaakt, of wij staan ervoor, dat wij onze sociaal-juridische content in drie talen tegelijkertijd moeten creëren. Ja, dus oorspronkelijk Nederlandstalig of Franstalig en de vertaalslag te maken. Daar zit al heel wat tijd in. Maar die dan ter moeten beschikking stellen. En ja, dat is ook een van de redenen waarom ik hier ben. We zitten in een pilootproject met Crius, klein projectje. Maar daar lopen we nu tegenaan. En ik heb de collega's in Brussel vorige week gecontacteerd. En ze hadden zoiets van, oh, zouden we daar eens een oplossing voor kunnen vinden? Maar ik weet van Amsterdam University Press dat zij, ik hoor, dat ook veel Engelstalig doen, misschien nog wel meerdere talen. Hoe zien jullie dat evolueren? En omdat er net gezegd is, we doen het voorlopig Nederlandstalig, maar ik ga ervan uit dat jullie heel veel Engelstalige uitdagingen hebben. Ja, ik denk eerlijk gezegd, de uitdagingen bij jullie zijn iets anders. Bij AUP is er geen correlatie tussen die documenten. Bij jullie is het dezelfde content, maar dan in andere talen. Ik denk ook dat daar de oplossing totaal anders is als de oplossing die bij AUP ligt. Ik denk maar is daar wel een oplossing voor? Ja, tuurlijk. Dat was niet eens afgesproken, hè, deze. Nee. Dat is dus eigenlijk de vraag. Ik merkte in jullie communicatie dat jullie spraken over, ik weet niet hoeveel talen dat jullie al content bewerken, hè, of mee bezig zijn. Dus daar zie ik dan ergens ja, een verhaal ontstaan rond tegelijkertijd content op creëren. Ik snap dat de uitdaging voor Amsterdam University Press anders ligt. Hè. Ja. We zijn een pilot aan het doen nu met Crius, of pilotje. Zijn je nou pilootje? Zeg je dat op zijn bels? Ja, een piloot. Ja, je zegt piloot, je zegt geen pilot. Je zegt piloot. Ja, heel mooi. Een piloot. Ja, een pilootprojectje. Ja, prachtig. Beetje antwoord op je vraag? Ja? Oké, heel goed. Nog iemand? Ja, kom naar je toe. Ja, ik moest even nadenken wat de kortste route was naar je. Dat was deze. Ja, misschien even een navolging van de vragen van Magien. Ben ik heel benieuwd of de bureauredacteuren ook in die XML-versie werken of alleen de mensen van Crius? Op zich is daar geen onderscheid meer tussen. De mensen die redactioneel werk doen bij AUP zijn eigenlijk in principe onze mensen. Dus wij investeren vooral in de kennis bij die mensen op die technische materie, om die op te krikken, zodat eigenlijk zowel techniek als redactie in één hand zit. Slotvraag, wie? Het is altijd lekker als je zo met een slotvraag hebt waarna iedereen de lunch in gaat, zeg maar.
Oké. Spelbedervers. Mag ik een heel daverend applaus voor mijn twee tafelgasten, Jurgen Willems en Irene van Rossum. Ja,